Dudok staat echt bekend om zijn appeltaart. Nou, hoe maak je die? Begin met het maken van de deeg. Kijk voor het filmpje hoe je dat doet. Dan wel je de rozijnen en snij de appel in stukjes. Dan doe je een kopje water samen met de appel in de koekenpan. En dat laat je 3 minuten meebakken. Dan giet je de appels af. En de rozijnen. Dat doe je bij elkaar in een kom. En daar gaat kaneelpoeder bij. Rozijnen dus. En appelmoes. Dat schep je goed om. Dan heb je de vulling van de taart. En dan maak je de topping. Het deeg staat nog steeds in de koelkast rustig te rusten. En ook de vulling heb je klaar. Dan ga je beginnen met de topping. Dat doe je voor bruine suiker, vanillesuiker, bloem en boter bij elkaar. En daar maak je een kruimeldeeg van. Meng dat dus met je vingers goed door. En je hebt dus kruimels. Dan haal je de deeg uit de koelkast. En dan maak je de bodem. Daar gaat de vulling overheen. Dat druk je goed aan. Dan klap je de zijkanten naar binnen. En dan strouw je het kruimeldeeg overheen. En als je dat gedaan hebt, zet je hem in de oven. 180 graden en 75 minuten.